4-0 zegen op Pakistan. Voor mij was het hoogtepunt van de wedstrijd een prachtige lop van jou, maar hij ging niet door. Ja, wat gebeurde er? Ik weet niet of dat het hoogtepunt was, maar helaas. Ik dacht dat ik hem lekker afmaakte, maar ik kwam daarvoor mijn aanname op mijn bovenbeen. En vroeg de scheidsrechter een video aan. Dus is jammer. Telt niet. Dus je geeft al aan dat hij terecht afgekeurd is? Ja, volgens mij wel. Tenzij ik iets verkeerds heb gevoeld, maar hij kwam op mijn been. Dus kijk voor in de zon toen die scoop kwam. En helaas afgekeurd. Maar ja, het was alsnog een leuke wedstrijd. Wij mochten geen beelden maken van de wedstrijd, dus kun je zelf die goal beschrijven waar ik het over heb? Ja, we pakten volgens mij de bal af en ik ging de diepte in. En ik weet niet, Kemp, gaf jij die scoop? Ja. Volgens mij, Kemperman gaf die scoop. En ik keek dus terug vol in die zon. En toen stuiterde die en toen kwam die op mijn been. Maar ik hoorde geen fluit, dus ik ging door. En toen kwam het keepertje uit en die is niet zo lang. Dus ik dacht, ik doe eens een kapflatje over me heen. En het lukte. Alleen, ik heb hem mogen maken, ik heb hem mogen vieren. Alleen hij telt niet. Hoe bedenk je dat dan zo? In zo'n split second dat je zo'n stiftje doet in het hockey? Nou ja, goed, dat gebeurt op de training wel vaker. Keeper komt uit en dan kan je 3 dingen doen. Je kan door zijn benen, je kan om hem heen en je kan er overheen. En ik koos voor het laatste. En dat bleek ook de goede keuze te zijn. Dus ik denk als ik het weer die situatie zou komen, zou ik het weer doen, denk ik. Ja. Ik hoorde verder dat je tevreden was over deze wedstrijd. Ja, dit was een goede wedstrijd van ons. Ik denk als je de 0 houdt en net nadat je België 6-1 hebt heb verslagen, dan is het verleidelijk om misschien wat minder goed voor de dag te komen. En daar leek het in het eerste kwart ook op. Ik vond ons in het eerste kwart minst goed vandaag. Maar we hebben het daarna best lekker opgepakt. En toen die laatste 3 kwart hebben we heel weinig weggegeven en een zee aan kansen gecreëerd. 4-0, strik eromheen en door. Ook tevreden over jezelf? Aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Ik had ook wel iets productiever kunnen zijn. Maar dat lukt ook niet elke wedstrijd. En ik heb in ieder geval mijn best gedaan voor de ploeg. We hebben gewonnen met 4-0. Dus ik ben over mezelf ook wel tevreden. Ja hoor. Dan nog even over het toernooi. Wat onfortuinlijk verlies je die eerste wedstrijd van Argentinië. Zijn de kansen op de finale er nog wel? Jazeker, want we staan bovenaan. Dus die kansen zijn er zeker op de eigen hand. Ja, het komt door de andere uitslagen dat, het, dat jullie toch weer eerste staan op dit moment. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, het komt ook door ons dat wij eerste staan. Omdat wij winnen van België en wij winnen van Pakistan. En daardoor kunnen zij, staan wij boven ze. Dus dat is niet alleen verdienste van andere uitslagen, maar ook verdienste van onszelf. We hebben het in eigen hand. We hebben 2 keer gewonnen en 1 keer verloren. Dus ik denk gewoon dat we heel lekker in het toernooi zitten. Hoe hoog schat je die kans dat je hem zondag met de trofee in de handen staat? Dat durf ik niet in procenten uit te drukken. Maar ik denk als we gewoon dicht bij onszelf blijven en het verdedigende werk blijven doen, dan geef ik ons een goede kans om de finale te halen. Een week of anderhalf geleden sprak ik je over dat je na een lange tijd weer terug was bij Oranje en of je misschien anders opstelt in het veld. Toen zei je, ik geniet vooral bij Oranje. Is dat op dit toernooi ook het geval? Ja, nog meer dan tijdens de voorbereiding. Het is niet zo vanzelfsprekend dat je op een eindtoernooi staat en dan helemaal niet in eigen land. In eigen land is echt, echt iets bijzonders en daar heb je er maar 4 of 5 van in je carrière, als je geluk hebt. En ik probeer er gewoon echt van te genieten, want mijn vrienden, mijn ouders, mijn familie zitten op de tribune en het publiek is zo enthousiast en ze zijn allemaal voor ons. Dus dat is echt iets om bij stil te staan. En ik baal dat er al 3 van de 6 wedstrijden al voorbij zijn, want we zijn dus al de helft. En dat is alleen maar jammer, want dit soort wedstrijden is echt een genot om te spelen.